Een Belgisch strijkquintet is momenteel op bezoek in Suriname. Ze kwamen maandag aan en blijven tot 23 december. Dit quintet staat onder leiding van dirigent Wouter van den Nabele. De groep zal samen met sopraan Lissi Betty Perotti een exclusief concert geven op 22 december in de Hervormde Kerk. Het stuk van het Christikom kerstlied van den Abele vindt het fantastisch om in Suriname op te treden. Hij geeft aan dat zijn speelstijlen zeer divers zijn, van dans tot klassieke muziek. En ja, ik vind het een ongelooflijke ervaring. Ik ben ook ongelooflijk verrast door Suriname, van de veelzijdigheid en alle culturen. Ik vind het een privilege om hier in een van de mooiste kerken van Paramaribo een concert te mogen doen met Lisbeth Perotti. Ik heb via Lisbeth, heeft ze mij een aantal stukken doorgestuurd. Een nieuwjaarslied en twee kerstliederen, echt Surinaamse liederen. En we hebben die een beetje gearrangeerd voor het strijkkwartet. En voilà, en we gaan die zaterdag voor jullie spelen. Dat is heel tof, omdat we hebben gisteren in een schooltje gespeeld. Hier in Parama, en we hebben die liedjes ook gespeeld. En dat is tof, want de kindjes beginnen die dan mee te zingen. En dat is heel plezant, omdat je direct een klik krijgt. Je krijgt direct een connectie met de mensen van hier, via de muziek. Van der Abele legt uit dat een strijkquintet bestaat uit 5 personen die een hele oude klassieke traditie bespelen. Er zijn soms 3 of meer violisten en een celloïst erbij. En men kan daarmee eigenlijk volledig de harmonie, een heel groot klassiek repertoire. Maar wij spelen ook heel veel muziek die van bij ons van de volksmuziek komt. En we proberen ook aansluiting te krijgen met de volksmuziek hier in Suriname, met de tradities. Het is een beetje ons doel. Er zijn een paar verschillende facetten. Wij brengen eigenlijk eerst een stukje meer onze muziek. Meer gebaseerd op Europese volksmuziek of ook een paar klassieke stukken. Dan hebben we een aantal nummers samen met Lisbeth gaan doen, met Lisbeth Perotti. Dat zijn een aantal kerstliederen. En ook een paar Surinaamse liederen. En we eindigen met een heel mooi lied van Dvorak. Songs for My Mother. Dus we eindigen dan samen met een paar klassieke werken. Dus het is eigenlijk een Europees gedeelte, een Surinaams gedeelte en een deel waar we eigenlijk via klassieke muziek samenspelen. Tot zover Wouter van der Beelen, dirigent van het Belgisch strijkquintet. De groep geeft samen met Lisbeth Perotti zaterdag een concert in de Hervormde Kerk. De groep zal donderdag optreden op het eiland Jou Jou.